Blom en Stekel zijn op South by Southwest in Austin, Texas. South by Southwest is het technologie-evenement, maar ook het muziek-evenement en het film-evenement van het jaar. Stekel zit dit keer achter de camera. Ik praat deze keer alleen maar in mijn eentje aan deze kant. Je hoort Stekel af en toe natuurlijk ook zijn bijdrage leveren. Zijn we samen op pad met een kleine setting om verslag te doen van South by Southwest. We komen hier al jaren. Lange tijd was het festival waar social media startups en bedrijven opkwamen, zoals Twitter en Foursquare. Dat is nu naar de achtergrond verdwenen. Een aantal dingen zijn gewoon geworden. Hè? Dat middelen toegankelijk zijn geworden, dat eenvoudig is om dingen te bedienen. Daarom kunnen wij ook nu met die kleine setup op pad. Technologie is steeds meer naar de achtergrond aan het verdwijnen. We hoeven geen apparaten meer te starten. Maar als we gaan hardlopen of als we bepaalde dingen eten, dan weten onze apps al wat we doen. En die techniek waar we altijd over praten, die is nu ook overal. Vroeger ging het hier alleen over software. Tegenwoordig gaat het hier ook over bedrijven die robots inzetten. Of over biotechnologie, do-it-yourself biotechnologie. Dat zijn onderwerpen die hier nu meer spelen dan andere jaren. South by Southwest duurt 5 dagen. Wij gaan op pad op zoek naar de trends en de ontwikkelingen die spelen en wat ze betekenen. At 3:30 today, USA, the Agency for International Development, will be unveiling the brand new Ebola personal protective equipment suit. This is what the old Ebola suit looks like, very uncomfortable. The glasses fog up within 30 seconds. You are pouring sweat. So we decided to do an open innovation challenge that we put out around the world, and in a few weeks got 1,500 ideas from technologists and innovators and fashion designers from around the world. And today at 3:30 down the hall, we're unveiling the brand new Ebola suit, which will protect health workers, and it's much more comfortable. You can check it out here down the hall, USAID. Okay, we will be there. Yeah, and we can do it's the first world live demo of it. Okay, we will be there. Okay, we will be there. Zo gaat het hier als je op South by Southwest bent. Je komt mensen tegen die je proberen te werven voor een van de presentaties. Want er zijn enorm veel presentaties op dit moment. Dus ze hebben een open innovatietraject gedaan. Voor een Ebola suit, een Ebola pak. Wij gaan nu naar een heel andere track, want fashion is ook een onderwerp wat speelt bij South by Southwest en hoe innovatie daar een rol speelt. Pauline van Dongen is de Nederlandse deelnemster die solarenergie en mode combineert en zij presenteert hier binnen haar nieuwe vinding. So a big part of my work evolves around creating something that is new. It's about adapting knowledge and processes from outside my design field and looking at how fashion can benefit from it. Pauline van Dongen, techniek komt je letterlijk steeds dichter op de huid te zitten. Ja, absoluut. Ja. Wat heb je aan? Ik heb een van mijn nieuwste solar ontwerpen aan. Dit is een solar shirt. En het is voortgekomen uit een samenwerking met Holst Center in Eindhoven. En waarbij we flexibele zonnecellen hebben gekoppeld met flexibele elektronica, printed electronics. En daardoor een nog betere combinatie met textiel hebben kunnen maken. En waarom is dat belangrijk? Wat is er handig aan? Nou, met dit shirt, als ik hiermee in de zon loop, kan ik allerlei devices, portable devices, opladen. Onder andere mijn telefoon. Ja. Dus ik kan mezelf van energie voorzien op deze manier. Ja. Hey, en wanneer komt dit voor een groot publiek beschikbaar? Ik denk dat we binnen 2 jaar dit wel op de markt kunnen hebben. Ja? Ja, het hangt nu vooral af van de kosten van de zonnecellen. Dat is de grootste beperkende factor. Maar zodra die voldoende omlaag is, is dit klaar voor de markt. Blom en Stekel op pad bij South by Southwest. Alles wordt goedkoper, alles wordt kleiner, alles wordt toegankelijker. Nou, we hebben gekeken van hoe kunnen wij nu zelf met een minimale set hier verslag doen. Hier liggen alle spullen die we nodig hebben. Het begint met in ons geval een iPhone. Dit is een iPhone 6, ontzettend goed beeldkwaliteit. Die jij nu in je handen hebt, dat is degene waarmee we inderdaad filmen. Belangrijk voor ons is dat het geluid goed is. Daar hebben we heel erg veel aandacht aan besteed. Hè, want dit is een zendertje dat in jouw telefoon kan. Dit is degene die ik vasthoud. Hè, met ook weer, dit is eigenlijk andersom moeten zijn. Dit is de zender en dit is de ontvanger.
Waar zorgt dat voor? Dat jij je camera normaal gesproken kan draaien, ik gewoon kan doorpraten en het geluid toch goed binnenkomt. Geluid is eigenlijk een van de belangrijkste dingen in dit soort projecten om dat goed te doen. Ja, dit is eigenlijk alles wat we echt nodig hebben. En we hebben dit nog niet gebruikt, maar ik dacht, nou ja, in de tijd van de selfies, hè, er moet nog een keertje een film komen van Stekel en Blom samen in de zwembad bij ons in de buurt of wat het dan ook mee is. Dus de selfie stick is een grote investering geweest om dit project compleet te maken. Dit is alles wat we nodig hebben, samen met op de computer, zeg maar, of op de telefoon zelf. iMovie om kleine montages te maken en het met WeTransfer naar Nederland te sturen en het dan te uploaden. Kleinst mogelijke setup. Hoe je verslag kan doen van een evenement als South by Southwest. In het verleden, zo de eerste keer dat we hier kwamen, ging het eigenlijk alleen over start-ups. Inmiddels zijn er ook grote bedrijven hier aanwezig. Hans Notenboom, jij bent van Philips en Cors van Wijngaarden ook. Wat doet Philips hier? Hier willen we laten zien hoe wij personal health en de professional healthcare kant bij elkaar brengen. En dit is natuurlijk een audience die heel erg verwend is wat dat betreft. Heel erg veel bezig is met personal health trackers. Dus we willen checken of ons verhaal echt overkomt. Kun je even laten zien wat dat inhoudt, hier, ja, de personal health tracker? Loop even toe. Wat net gezegd, we kunnen steeds meer vastleggen van wat we doen. Ja, absoluut. En dat gebeurt natuurlijk ook. Steeds meer mensen hebben Fitbit-trackers-achtige dingen. Dus er wordt steeds meer data eigenlijk verzameld. En wij willen graag zien hoe wij die data weer kunnen gebruiken richting de professionele kant. De grote uitdaging erin is dat al die data zit in verschillende plekken en op verschillende manieren, verschillende formaten. En wat we hier aan testen zijn, is of wij een manier kunnen vinden om die data bij elkaar te brengen. En dat doen we met het Connect to Healthy dashboard. Ik kan die even laten zien. Dit is een collega van mij, die loopt hier ergens rond. Die is al ingelogd en die heeft een aantal health trackers die hij gebruikt. En vanaf ieder van die health trackers komt verschillende data binnen. Daar heb je als persoon ook gewoon zelf controle over, welke data je wel en niet wilt gebruiken. We hebben daar zelfs als Philips ook wat dingen aan toegevoegd. We hebben een air purifier die onder andere de luchtkwaliteit meet. Die data die voeden wij ook in het dashboard. Dus door hier rond te lopen en de lucht in te ademen, dat wordt allemaal getrackt en dat komt in het dashboard terecht. Jullie aggregeren eigenlijk alle trackers die er zijn, hebben een platform waarop die technieken aangesloten kunnen worden. Absoluut, omdat wij geloven dat alleen door dat bij elkaar te brengen, kunnen we nieuwe inzichten krijgen en op een nieuwe manier die data ook ter beschikking stellen aan de professionele wereld.